om met de deur in huis te vallen. We komen stuk voor stuk uit de blote kut van onze moeder. En de dood is, zoals Ton Sijbrands al zei, onze enige toekomst. Tussentijds, van na tot voor, lurken we aan een pijpkaneel. De rest is eschatologie. Ja, nou ik dit noteer, weet ik het weer 1, 2, 3. 1. You're being delivered. 2. Shit happens. 3. Subsequently, you surely die. Dit is toch te erg. Met je grote kut. Hoe lang gaat het duren, jongen, ongeveer? Een schavuit. Frans Vogel dit, Frans Vogel dat. Hey Vogel, kan ik een nieuwtje van je lenen? En een uurtje of anderhalf, twee later had Frans 20 biertjes en 20 borrels op. Ik ben op 11 maart 35 in de sociale ellende ben ik geboren in een ziekenhuis in Groningen. En ik ben dus een geboren bastaard, een natuurlijk kind, zoon van een BOM, een bewust ongehuwde moeder. Tijdens mijn conceptie kwam ze erachter dat mijn verwekker bij de NSB zat, toen had je de verkering maar verbroken. Ik ben in internaten grootgebracht en klein gehouden. De eerste keer in een Rooms-Katholieke kinderthuis. Dat werd gerund door Duitse nonnen uit de orde der Karmelitessen. En toen ik 14 was, moest ik eruit, want toen werd ik te oud voor die categorie. En toen ben ik verhuisd naar Huize Padua aan de rechter Rottekade in Rotterdam. Dat internaat werd gerund door lekenbroeders van de orde van Sint John, of zoiets. Zij waren van de klets-klets, heette dat, van de ruigen. Waarvan het overgrote deel van die pupillen niet was gediend. Aan hun lijf geen Polonaise. Je had daar vlak op de Schiedamse Vest had je Café de Pacific, een beroemde kroeg. Toen waren ook veel in de chokebox zat daar ook veel jazzmuziek. En nou, daar kwam ik dan. Daar heb ik dus Daan van Golden leren kennen en Cor van Andragen en Hans Leutelaar. En die hebben mij een reclamebureau binnengebracht. Cor en ik werkten bij een bureautje op de Koolsingel. En nou, dat ging prima, maar er kwam wel steeds meer werk, dus het kon geen kwaad als er iemand bij kwam. En Frans had natuurlijk iets met woorden. Humor natuurlijk en pestkopper, snel met het woord. En verder was het een hele vrolijke, goedogende knaap natuurlijk, die, vol levenslust. Frans die had nog allerlei nevenfuncties, hè? Dus die was copywriter bij ARA, bij allerlei reclamebureaus. En die hield wel van een platvoers en echt Rotterdamse statement. Hij had altijd, hij was altijd luidruchtig. En hij had altijd one-liners en die schreeuwde hij dan door het café. Neuken! Meubels riep hij altijd geloof ik. Meubels. Ja. Hij was copywriter, dus ja. Hij was gewend in zo'n soort one-liners te denken. Ja, ja. En sommigen gebruikten die voor zijn werk en anderen gebruikten die voor het café. Een leuk drietal. Ik bedoel, we gingen goed met elkaar om. Nieuwe Stijl kwam in 64. Gartjevic, begin 60 jaar, waren we druk in de weer met dat blad natuurlijk. Ik geloof niet dat Frans ooit in Gartjevic iets gepubliceerd heeft. Frans heeft er altijd een beetje bijgehangen.
Want ze vonden zijn werk te platvloers. En ja, hij doet natuurlijk ook, hij doet natuurlijk ook verschrikkelijke dingen hoor. Doet hij ook hoor. Hij was in die tijd, ik denk, nog niet zo ver in zijn innerlijke ontwikkeling dat hij al ging dichten. Nou, de bondigste formule van onze dichterlijke idealen die luidt eenvoud, bondigheid en algemeen geldigheid. Aan dat devies heeft Frans zich eigenlijk ook zijn hele leven gehouden. Het gaat erom dat je op een idee komt of, en dan is het op papier zetten. Dat is de tweede fase. Maar het gaat, bij mij gaat het toch altijd om een idee of ja. Of je hoort iets in de kroeg en dan duik je de wc op en je schrijft het gelijk op en dan thuis werk je het uit. Ik sta in de twijfelaar hoorde ik een stel een beetje ruzie met elkaar maken. Zegt zij: Never. Nooit niet heb je me meegenomen naar de disco. Dan zegt hij: Of het al die tijd ook mooi weer was met jou. Nou ja, dat zijn gouden dingen, die moet je gelijk opschrijven, want het is een gedicht. Andrea was het mooiste meisje van Rotterdam toen, waar ik mijn zinnen op had gezet en waar ik dus ook mee ben gaan trouwen. Ik vond het wel een stuk. Ik vond het wel bijzonder. Hij viel gewoon op, ook door zijn rode sokken onder andere. Met pak en rode sokken. Ik dacht, nou, dat is het helemaal, hè. Toen zijn we getrouwd, echt heel serieus. Hij zat daar zo met die ringen zo'n beetje te spelen. En die man die vroeg, wilt u met haar trouwen? En Fransie had zo'n beetje naar buiten te kijken, met die ringen te spelen. En die man heeft het echt drie keer moeten vragen. En die zei van, meneer, u bent beter wel waarom dat u hier zit. En ik zat een beetje beteuterd te kijken. Toen bleek dus dat hij een LSD-trip had genomen. Mariage de raison. Elk huwelijksbootje telt maar één reddingsboei, zeggen ze. Liefde. Bij gevolg, reken maar uit, kom je met z'n tweeën dan meteen al mooi één reddingsboei tekort. Wat nu, zei Pichet Gru, valse start? Wees daarom zo verstandig bij het aan boord gaan minstens ook één zwemvest mede te nemen, met het oog op beider lijfsbehoud op de woelige baren. Maar, dat zeg ik, een oude autobinnenband uit Cuba of een geïmproviseerde belt van opgeblazen condooms is natuurlijk ook niet in de maaim gepleurd. Fransie zat achter zijn krantje of achter zijn boek en was niet echt spraakzaam. Dus het was een beetje, vond ik, een beetje eenzaam. Ja, hij was met zijn dingen bezig en ik met mijn dingen en... Toen ben ik dus ook model ben ik geworden. Andrea was op een bepaald moment was ze naar Parijs getogen via een Amsterdamse fotograaf. Ik ging mee met Andrea de boer op om een beetje, ik kende nog een beetje met mijn Mulo Frans kon ik nog wel een beetje overweg. En Andrea helemaal niet, dus ik ging met haar de boer op. Toen kwam ik een keer bij een fotograaf en die zei dan non, nous ne voulons pas travailler avec votre femme. Nous voulons travailler avec vous. Dus ik was ineens een fotomodel. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, c'est long et c'est court. Ça dure toujours, on s'en souvient. Se dit qu'à 20 ans, on est les rois du monde. Ik was net 18 toen ik getrouwd was. En ik denk als ik 30 was geweest, dan had ik het gewoon makkelijker aangekund. En als je 18 bent en ik wist echt van niks, dat het best wel lastig was. Bleek dus dat ze
dat ze, nou ja, zeg maar vreemd ging al met een Amsterdamse fotograaf. En ik vond het ook wel spannend eigenlijk, dat we uit eten gingen. En ik voelde me echt een beetje, ja, meer vrouw dan bij Frans, zeg maar. Ik denk dat dat het geweest is. Ik was in die tijd in het gelukkige bezit van een ploertendooier. Toen ben ik op de trein gestapt naar Amsterdam, naar de studio van hem. Maar mijn schoonmoeder, de moeder van Andrea, die had die gozer al ingelicht dat ik eraan kwam. Dat ik met de trein naar Amsterdam was. Dus ik kom daar bij zijn woonhuis en hij was niet thuis. En zijn Morris Minor die stond voor de deur. Maar ja, daar had ik ook niks aan om een ploer te dooien met blutsen. Ja, dat kan ik wel een dieptepunt noemen. Dat ik uit wraak... Dat ik mijn wraak niet kwijt kon op die gozer. Dat vond ik wel een goeie. Ik bedoel, als ik het geweten had dat het zo bij hem ook toch wel diep zat, dan was het misschien toch anders gelopen. Toen ben ik echt gescheiden. Harfst. De bladeren dwarrelen van de bomen. De kariërs tanden tuimelen uit mijn muil. Het lover en ik, vereend aangekomen in het gure seizoen van storm, wind en zwerfvuil. Veel lezen, kranten lezen en 's morgens ontbijten in Café Vaas en een speed kopen en ja. Nou, een beetje lummelen eigenlijk. Ik ben niet tegen drinken. Ik drink ook wel eens wat, maar dat is niet te vergelijken met mijn drankgebruik met dat van Frans van vroeger. Nee. Want dat is echt dagen achter elkaar doorhalen en dan weet je wel, ja. Ja, ik heb in mijn jeugd, in die internaten heb ik veel zuurkool gegeten. Dus een sterke maag gekregen. Dus ik kon er tegen. Frans rookte vroeger een stikkie, maar hoe het met de harddruk zit, dat weet ik niet hoor. Dat moet je aan hem vragen, daar zal ik niet de zegsman van wezen. De speed, die adrenaline, je loopt over straat en je hebt zogenaamd allerlei goede invallen en goede ideeën. En goede link om met verhalen te schrijven of gedichten te schrijven. Maar er kwam geen jota uit mijn handen. Frans, dat was een kroegtijger puur sang. Een zeker moment haast tegen het zwerven aan. Maar op een of andere manier wist hij het toch iedere keer weer te handhaven. Waarbij hij ook door ons heel erg geholpen werd. Hij is ooit getypeerd als het enfant du colère van deze stad. In een heleboel gelegenheden zagen ze me liever gaan als komen, omdat hij kon een enorme bek optrekken. En ja, als je de humor ervan inzag en je accepteerde het, kon je er ontzettend veel plezier aan beleven. Maar ik kan me voorstellen dat er een hoop mensen waren waar dat volkomen vreemd voor was. Jij met je grote kut, riep hij dan ook gewoon tegen mensen die nergens... Die kwamen het gewoon gezellig het café binnen. Ja. Gewoon even wat drinken. Hé, met je grote... Echt een reus van een gozer zit daar naast hem. Met een enorme aardbeienneus. En hij heeft een doosje lucifers. Haalt hij het doosje eruit en dat zet hij op zijn neus zo. En dan zegt hij, zullen we Lucifer doosje doorgeven? Dat is een soort spelletje. Later heeft hij een enorme knal voor zijn kop gekregen. Mijn dochter is wel eens naar boven gekomen dat ze zei dat ik boven zat te eten. Kun je die Fransen niet uitdonderen? Want dan heeft hij weer een asbak met peuken in de spoelbak gegooid. Nou, ik ben ben ik uitgestuurd vanwege het feit dat ik met een theelepeltje in een koffiekopje zat te rinkelen. Ja, nou is het afgelopen, vogel. Zou die niet er nou maar op? Ik heb wel eens meegemaakt dat hij in de twijfelaar dat hij in een dame de handtasje stond te zeiken, weet je wel. Dat heb ik naderhand ook nog een paar keer van haar te horen gekregen. Ja. Mij in mijn rietenmandje staan zeiken. Maar ja, joh, dat deed je toch. Als je Lazarus was, dan lette je daar niet op, joh. Dat was leuk, dat was geinig, joh.
Ja, voor zo'n meisje niet natuurlijk, maar... Toen Poetry nog in de Doelen werd gehouden, in die foyer, dat er op een avond een Chinese dichter stond te lezen. Heel devoot zat het publiek te luisteren. Sommigen waren zelfs al in slaap gevallen, omdat in Chinese poëzie, dat weet je misschien wel, komt heel veel wind en regen voor. En die afstanden, dus die gedichten duren ook heel lang, maar je verstond er natuurlijk helemaal niets van. En dat Frans, Frans ineens van achteruit de zaal riep... Harder! Ik kan je niet verstaan! Weet je, van achteruit de zaal, harder! En wat die Chinezen... Harder! Ik kan je niet... Er zijn al die mensen daar zitten, want het is natuurlijk een belachelijke vertoning. Weet je, want niemand verstaat hem. En iedereen zit maar beleefd. Dus ja, dat stelde die aan de kaak. Niet machina. Melk. Yuan Chang. Soms doet hij het niet, dan niet hij dus niet. Niet machina. Soms doet hij het wel, dan niet hij dus wel. Niet wel machina. Maal. Niet machina of niet wel machina. Immel machina, die wel of niet niet. Niet dat hij liever niet dan wel niet, of liever wel dan niet niet, want zo niet hij niet. Hij niet of hij niet niet. Niet dan, lale Chinees van een niet-machina. Moet dwalen, moet met de dood betalen, of leven met geweld. Zo edelachtbare draait elke paria paranoïde rond. Om iedere hoek de ploert die op zijn strot loert. Zijn dagen zijn vol braaksel en smerige wijnen. De zure lucht van etter en zweren. Een stoppelbaard en pisgeel ondergoed. De rat is waarlijk een schepsel dat men hoger achten moet. Zo edelachtbare telt elke morgenster zijn vrienden onder straatcontainers en vuilnisbakken. Wat ook enigszins verklaart, edelachtbare, waarom zowel uw attachékoffer als uw innig geliefd wijf bij deze zwerver niet veilig zijn. Maar hoe vertelt u dat uw dochter? Nou, ik denk dat Frans uit die eerste helft van het gedicht, met vies ondergoed, baard van 6-7, in die situatie heeft hij ook verkeerd. Hij weet waar het over gaat, hoor. Maar niet alleen ik, de hele scene maakte zich ernstig zorgen over hem. In die bepaalde periode, omdat het was toen wel heel, hij was toen wel heel zwaar aan het zuipen, weet je wel. Zelfs zo erg dat hij uit zijn huis is gezet vanwege vervuiling. Toen ik, begintijd dat ik met hem omging, ja, was hij wel het prototype van een Bolkowski-achtige persoonlijkheid. En op een gegeven moment was Frans was echt behoorlijk aan het gas, hoor, toen hij Hansje tegenkwam. En Hansje, ja, dat is... Ik ken geen lieve wijf als Hansje. Mijn echte eerste ontmoeting met hem persoonlijk was op zijn 50ste verjaardag. En toen was ik stappen met Cor van de Akker. Toen gingen we nog naar Rijnmond Café. En daar stond Frans helemaal dronken met Jan Kluveld, een maat van hem toen. Dat was echt in zijn heavy zuiptijd. En ik had geld tekort. Ik zeg, hey Vogel, kan ik een joetje van je lenen? Want ik kende zijn praktijk, hè? Ja hoor, hij trok zo'n joetje. Nou, dat vond ik wel verbazend leuk natuurlijk. En dat is eigenlijk de eerste avond geworden in Viegemekrijn. Dat we heel de nacht hebben zitten lullen en zo. Toen is hij volgens mij ook bij me blijven slapen. En toen is het eigenlijk begonnen, zo'n beetje. Ik zat op een bepaald moment, zal ik helemaal klimmen in de Heer Frankenstraat. Ik had daar al mijn koffers en mijn dozen en zo had ik daar neergezet. En ik sliep daar alleen 's nachts. En toen heeft Hansje aangeboden om al die spullen bij haar neer te zetten en dat ik bij haar in ging trekken. En wat regelmatig leven en
wat meer, ja, niet dat Einzelgängerige, dat, dat op je uppie rondzwerven. Zij heeft mij toch behoorlijk gere-socialiseerd. Je weet dat hij ooit een goede vee is tegengekomen die hem uit de stront heeft gehaald. En sindsdien heeft hij eigenlijk is hij echt gaan dichten. Frans heeft natuurlijk een hoop creativiteit in zich. En dat ik dan op een gegeven moment degene ben geweest die dat weer heeft bloot kunnen leggen. En andersom, hij mij daar ook in heeft geactiveerd. Dat is beslist een feit. Perspectief. Lang. Heel lang kan het donker zijn, tot je strot in de stront zit. Maar zie, eenmaal in de diepste duisternis, de barre, barre nacht dat je jammerlijk de psalm de profundis aanheft, nooit eerder nog zat enige sterveling zo zwaar in de rats als jij, of daar wenkt, bovenaan de rand van het ravijn, door grauwe waden van nevel en mist, bijkans onttrokken aan het zicht, zal je anders net zien, zo waar een zweem van licht. Ze heeft hem toen in huis gehaald en eigenlijk was het niet de bedoeling dat hij bij haar kwam wonen. Dat, het was maar voor een maand of zo. Het is hier gewoon blijven. En is dat een relatie geweest? Ja, ja. Dat is heel lang, van een paar jaar wel. Ja. En toen ging het ook goed. Kijk, als je natuurlijk dieper gaat graven. Een echte relatie met een type als Frans Vogel is niet vol te houden. Althans niet in die heftige jaren. Iedere avond had hij te eten en hij had een bureau daar staan. En daar schreef hij dan iedere dag aan. En Cor Vaandrager kwam wel eens op visite. En ik kwam wel eens op visite. Ik mocht wel eens uitgenodigd om te eten. En het was altijd gezellig. Was, bijna huiselijk leven, hè? Ja. Dat heb ik ook een keer meegemaakt, ja. Als je natuurlijk spreekt van een huiselijk of een leuke samenwonen, ja, dat werd mij op een gegeven moment te zwaar, ja. Oh ja, dan kwam zij thuis en dan hadden ze de koelkast leeggevreten ergens open en dan vond hij dat heel wonderlijk dat Hansje dat niet leuk vond. Zo kan dat niet langer, zei ze. Dan zei hij, nou, ik heb het wel erg naar mijn zin. Ja, dat snap ik. Ja, nou ja, goed. Ik ben er op een bepaald moment ook weer door haar uitgelazerd, omdat het weer te gek werd met dat zuipen. Ja, dat dus op een gegeven moment dan toch uit kan draaien op dat ik een soort verzorger word van hem. Ja, dat ging mij dus te ver. Zo net heb ik dit sonnet geschreven, al ging dat niet zonder slag of stoot. Nog aan het begin ervan was ik als de dood, maar ik zou het levensadem geven. Gebogen over het papier, nog onbeschreven, rond het uur dat neigt naar avondrood, ontsnapte ik vloekend, maar ternauwernood aan gefrustreerd in het luchtledig zweven. Doch het eerste woord ervan, zo hak vooropgezet, moest starten met het slot van het alfabet. De rest zou dan een kwestie zijn van rijm, et cetera. Ik schreef en schrapte, koos woorden nauwgezet, lag soms wel eeuwen na te denken op mijn bed. Het resultaat, dit vers dat uitmondt in een A. Hij heeft mij wel verteld dat hij pas na de dood van Vaandrager zich bevrijd voelde om te schrijven wat hij wilde. Dat vond ik heel opmerkelijk dat hij dat zei. Misschien dat Cor ook een remmende factor is geweest. Dat hij zoveel respect en bewondering voor Cor had dat hij daarvan los moest komen. Dat zou kunnen natuurlijk. Hè? Nou, hij werd door Vaandrager werd hij wel, dat heeft hij me wel eens verteld, daar werd hij wel denigrerend door behandeld. Ja, het was wel zo dat Vaandrager, Vaandrager die dulde niemand om zich heen. Die was zo egocentrisch. Ik denk dat Vaandrager misschien in de loop der jaren een hoop dingen van Frans heeft geannexeerd, weet je wel. Dat hij bang was dat Cor het afkeurde. Zou het niet goed zou vinden. Ja, en Cor vond niks goed, dus dat had je wel. Behalve zichzelf. Behalve zichzelf dan natuurlijk, ja.
ik ben op een gegeven moment ben ik Frans gaan uitgeven, omdat ik Frans natuurlijk goed vond. Maar ik ben Frans ook gaan uitgeven, omdat geen andere uitgever het aandurft. Hier rust en rot het stoffelijk overschot van Miep de Lariehoer, die reeds in de baarmoeder van der Moer zich zo ondersteboven en half om wist te draaien, dat toen haar vaar haar moer besprong, zij flux haar kontje naar voren wrong en zich lekker anaal het eerst liet naaien. Dat is toch te erg. Ik heb wel eens gedacht, hij is eigenlijk een soort volksdichter. Een dichter van levensliederen. He, dus hij heeft een oog voor de zelfkant, mensen die aan de zelfkant leven, voor zwervers, voor hoeren, pooiers, criminelen. Niet dat hij dat ook dat hij dat bewondert of vereert, maar dat valt zijn oog op. Frans is ook heel erg een textuele dichter, zoals ik dat noem. Ik bedoel, het zijn goede teksten. En hij reageert op woorden. Niet zozeer op situaties of inhoud, maar op woorden. Hij zal nooit een verheven onderwerp pakken. Of als hij het doet, dan maakt hij daar toch weer heeft hij daar weer een banale draai aan. Maar aan alles voel je dat het uit eigen ervaring voort is gekomen. Dat pleit voor de dichter, vind ik. Dan weet je het op een bovenpersoonlijk ik is er dan in het spel. Hè? Dan heb je het persoonlijke overwonnen. Daar gaat het natuurlijk om. Je moet het zo zien. Hij heeft een aantal, dat is mijn overtuiging, dat hij een aantal onvergankelijke gedichten heeft gemaakt. Die voortleven. De meeste dichters die worden glad vergeten natuurlijk als ze het moederhoofd neerleggen. En een enkeling maar, die heeft de kans om voort te leven. En ik denk dat je rustig kan zeggen dat van Frans een aantal gedichten in Rotterdam zullen voortleven. Iedereen gaat ook behalve jij, toch? Nou, zo'n soort gevoel, dat zal Frans ook bezield hebben. En nog steeds, dat weet ik wel zeker. Ja, Frans is 70. Ik bedoel, hoe lang heb je dan nog? Als je reëel bent, weet je wel? Oké. Ik moest een gozer wegbrengen. Een vriend van Hansje. Die moest ik wegbrengen. Dus daar had ik ook een afspraak voor gemaakt dat ik daar bij het graf zou spreken, of althans in die Chapelle Ardente zou ik mijn toespraakje houden. Maar toen werd ik 's morgens wakker voordat ik naar die begrafenis ging. En ik had een enorme druk op mijn borst. En ik had er helemaal geen zin om mijn nest uit te komen. En, maar ja, ik had afgesproken dat ik die spits zou doen. En Frans las een gedicht voor wat de jongen zelf had uitgekozen. Goh, wat hebben we toch gelachen. Oh, wat hebben we gelachen. Mens, wat hebben we verschrikkelijk gelachen. Heel beroemd gedicht. Dat las hij voor, maar hij zag lijkbleek. Daarna gingen we naar de Easy, geloof ik, allemaal. Maar Frans had dat niet goed meegekregen. Die ging naar de Ooievaar. Ik zit aan de bar en ik krijg een enorme druk op mijn borst en het zweet breekt me uit. En ik zeg tegen Sjoerd achter de bar, ik zeg, godverdomme, bel maar een taxi voor me, ik ga naar huis. Nee, je moet niet naar huis gaan, ik breng je wel naar Dijkzicht. Hart voor weinig. Klopt. Ik heb het er zelf naartoe geleefd. Eigenlijk gewoon echt de boel verwaarloosd. Maar dat zal me nou niet meer overkomen.
Nou, minder in de kroeg, want ik had de eerste die alcohol kijk niet combineren met de medicijnen die ik moet gebruiken. 12 pillen per dag. En ja, de kroeg in komen en niet zuipen. Ja, dat schiet niet op natuurlijk. Hè. Dus ja, ik ben veel thuis en kijk veel televisie en voor de rest alles goed. Met een klein beetje hulp van buitenaf. Eens in de 14 dagen komt er dan zo'n jongen van de thuiszorg, zo'n speciale jongen, een muzikant, die dat erbij doet. Want een gewone juffrouw hoeft hij niet te hebben natuurlijk. Hij heeft behoorlijk zijn draai gevonden. En hij produceert nog eens een gedicht. Ik denk dat Frans nog wel, als hij de pijp uit... Dat zijn wel interessant is om zijn laatste woorden. Ik denk dat hij toch nog de pijp uitgaat met ook... dat hij toch nog een, weet je wel, met een goede originele uitsmeter. Te gek moment. Weet nog goed, was die keer op dat lullige stationnetje van Aardenhout, toen ik, goed snik, pardoes op mijn achterhoofd ben gevallen. Hartstikke nieuw gaatje in mijn kop. Absoluut te gek moment. Wist gelijk niks meer van wat daarvoor allemaal moet zijn gebeurd. Flink stuk van mijn leven, lang niet achterlijk, in één klap kwijt, foetsie, pleitos pineros. Of ik daar nu dan niet als een randdebiel of een volslagen idioot naar op zoek ben? Zijdige mol, juist dat ene moment vind ik al te gek. Complètement fou, weet je wel. Crazy, waanzinnig. En voor de rest moet u niet bij mij zijn. Forget it. Wat is het leven zonder de liefde? Wat is de zin van mijn bestaan? Waarom verloor ik mijn geliefde? Waarom ging zij hier vandaan? O vogel, geef mij de kracht van je vleugels. Ho, 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 stormen, drijf mij voort. Laat me hier niet... Punt dicht. Het zij in Romein dan wel in cursief... De punt blijft zichzelf steeds rond en massief.